Met een druk op de knop heeft president Chandrika Prasad Santokhi het officiële staartsein gegeven van de damwanden langs het kanaal aan de Guaranistraat, Te Munder en Binnispark. Het doel van de damwanden is om verzakkingen in de wegen te voorkomen en ervoor te zorgen dat er meer water door het kanaal kan, zegt Simri Ramawat Dubey, vertegenwoordiger van het Nationaal Uitvoeringsbedrijf, de aannemer van het project. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Amazonestraat en de Guaranistraat. Volgens minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft de regering er lang over nagedacht alvorens groen licht te geven voor het project. Het werkgebied wordt ontdaan van begroeiing. Vervolgens worden de damwanden per secties ingeheekt. Daarna wordt de kreek drooggelegd, hetgeen altijd een uitdaging bleef voor de aannemer. Vervolgens vinden de ontgravingen plaats en indien de juiste diepte bereikt is, worden er betonnen kanaalbodemplaten geplaatst en daarop een gewapende betonnen vloer gestort. Ten slotte wordt het geheel met het taluut met betonblokken afgewerkt. Ook zo de looppaden, hetgeen ervoor zorgt dat de bovenbouw van het project een prachtig uit zal zien en dat de medeweggebruikers ook ervan kunnen genieten, zowel de buurtbewoners. Elk groot project dat het ministerie van Openbare Werken opstart, kan impact hebben op de koers. Maar je moet ook rekening houden met werkgelegenheid dat door moet gaan. We hebben ook gekeken naar de ontwikkelingen hier aan de Ringweg. Heel veel geweldige ontwikkelingen die komen, die er al zijn, maar ook komen. We hebben met particulieren gesproken die bereid zijn ons een handje mee te helpen aan die ringweg. Naar weg naar zee, etc. DNA-voorzitter Marinus B. gelooft dat de damwanden voordelen zal brengen voor het gebied omdat Paramaribo Noord al jaren geteisterd wordt door zware wateroverlast. Volgens president Santokhi zal met dit afwateringsproject de leefomstandigheden van dit gebied aanzienlijk worden verbeterd. Het directe gevolg van wateroverlast is een zachte ondergrond, wat weer leidt tot wegverzakkingen, waardoor er zeer gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Dus wel, dit project klein en van weinig betekenis lijkt, zal de impact enorm zijn. Gesteld mag dus worden dat dit een van de kleine projecten is van grote importantie. En dat is het doel van het project, de leefbaarheid hier te verbeteren, ontwateringssystemen te verbeteren op een duurzame wijze. En dit gaat bijdragen tot verhoging van de hygiëne, maar ook de veiligheid. De buurt zal aantrekkelijker worden. Dus nogmaals, mijn mensen, dit project moet je zien als onderdeel van zoveel andere projecten die we gaan uitvoeren op verschillende niveaus. Dat we infrastructuur aanpakken. Dat we inderdaad niet alleen op macro-economisch niveau bezig zijn, maar ook op microniveau samen met de samenleving. President Chandrika Prasad Santokhi en daarvoor DNA-voorzitter Marinus B. De buurtbewoners van Munder en Binnispark hebben gevraagd om na dit project meer loopbruggen aan te leggen over het kanaal tussen de twee buurten.